Hi, ik ben Jasper van de fotowinkel in Amersfoort en ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je je apps kan verwijderen van je iPhone. Om een app van je iPhone te verwijderen, hou je hem even ingedrukt, dan beginnen de icoontjes te trillen en zie je allemaal kruisjes bij de apps komen te staan. Als ik deze wil verwijderen, druk ik op het kruisje en kan ik hem door op deze knop te drukken verwijderen. Als ik dat doe, is de applicatie van het toestel verwijderd. Als het een betaalde app is, wees niet bang. Je hebt hem al betaald, dus je kunt hem daarna weer gratis opnieuw opzetten. En door op de huisknop te drukken, komt hij weer terug om het toestel te gebruiken. Nu weet je hoe je een app kan verwijderen van je iPhone. Wil je nog meer handige tips over het gebruiken van je iPhone? Bekijk dan onze andere YouTube-filmpjes.